Sinds de oorlog in Oekraïne staan de verhoudingen in Europa onder druk. Finland en Zweden hebben inmiddels definitief aangegeven toe te willen treden tot de NAVO. Turkije ligt echter dwars en blokkeert de toetreding van deze twee landen. Klopt het dat de toestemming van Turkije noodzakelijk is? Wij onderzochten het. Om voor een NAVO-lidmaatschap in aanmerking te komen, moet een land aan verschillende voorwaarden voldoen. Zo moet het gaan om een democratisch Europees land. Dit land moet bijdragen aan de veiligheid in de Noord-Atlantische regio. Daarnaast moet het land een actieplan volgen om aan verdere eisen te voldoen ten aanzien van onderwerpen als vrijheid, mensenrechten en rechtspraak. Het land moet vervolgens akkoord gaan met de doelen, rechten en verplichtingen van de NAVO. Tot slot moet de bevolking van het land zelf akkoord zijn gegaan met de toetreding en ook moeten de 30 reeds bestaande leden van het bondgenootschap unaniem akkoord gaan. Turkije is één van deze bestaande leden. Het is dus waar dat voor de toetreding van Finland en Zweden tot de NAVO de toestemming van Turkije noodzakelijk is.